Onlangs maakte de coach van Leverkusen de grap dat Kai Havertz voor Heracles Amelo zou spelen. Maar in dit experiment testen we wat het er gaat worden van Heracles als dit echt gebeurt. Dus ik heb even wat dingen zijn gepast en ik heb gezocht dat Kai Havertz nu bij Heracles speelt. En we zien hier meteen een vriendschappelijk toernooi. Nu moeten we tegen Moes Groen spelen. We zien wat het worden. En Dessers met de goal. Nu speelt Dessers wel niet bij Heracles, maar bij Genk nu. Maar ja, dit is nog het team van het vorige seizoen dan. En Havertz scoort hier, maar we verliezen wel tegen Cercle Brugge. Ik ben benieuwd of we wel met dit team, nu met Kai Havertz in het team, of we wel Europees voetbal halen of niet. We gaan door naar de volgende ronde. We verliezen net op strafschoppen, maar dan kunnen we mooi beginnen aan de Eredivisie. De eerste wedstrijd die we spelen is dan tegen Heerenveen. Ik denk dat we verliezen en ja, we verliezen. Laten we even gewoon het seizoen vooruit gaan simuleren tot in januari en dan zie ik wel. Ik ben benieuwd hoeveel we zullen staan. Oké, we zijn nu net op 1 januari. We staan 10e in de Eredivisie na 18 wedstrijden gespeeld hebben. We hebben in totaal 20 punten. We staan net voor op PEC Zwolle. En in de bekers liggen eruit zeker. Ja, we verloren direct met 3-0 van Ajax in de beker. Ik ben benieuwd hoeveel goals Kai Havertz heeft gemaakt. In totaal heeft hij 7 doelpunten gemaakt. Simuleren tot deze wedstrijd. Deze wedstrijd hadden we net gewonnen met 1 doelpunt, maar ik ben benieuwd wat dit team gaat doen tegen de grote clubs uit Nederland, zoals bijvoorbeeld Feyenoord. We spelen thuis, dus misschien kunnen we nog gelijk doen. Ah, we verliezen net. Nog even verder gaan. Laten we tot hier zo simuleren nu. Wie weet halen we nog Europees voetbal, maar dan moeten we wel nu niet het tweede seizoen zelf te beter doen. Oké, we zijn nu gestopt na 30 wedstrijden in totaal. We hebben nu 44 punten. We zijn nog steeds om de 10e plek. Dezelfde plek als we net nog stonden. En eerste staat PSV. En we moeten in de top 4 geraken waarschijnlijk voor nog Europees voetbal. We degraderen sowieso al niet. Dus we hebben toch een plekje veilig gesteld voor in de Eredivisie te blijven. Havertz heeft al 13 doelpunten gescoord. Maar we gaan nu simuleren tegen Utrecht. En dit spelen we gewoon gelijk. Volgende wedstrijd is dan tegen Twente. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Oh, we winnen dit met een toch wel spannende wedstrijd, want het is 3-2 geworden en Havertz scoort hier nog het winnende doelpunt. Dit is de voorlaatste wedstrijd van de competitie. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Aan 1-1 tegen Vitesse. We mogen onze laatste wedstrijd spelen tegen Groningen. Die staan net 1 plekje boven ons. Even zien wat of we weer kunnen winnen. En we winnen met 1-0 net. Dus ja, dit was dan het seizoen. Wie is er kampioen geworden? Even zien. PSV is dan toch kampioen geworden. Ajax dan tweede. Mijn topschutter is Tadic met 24 doelpunten. Onze sterspeler heeft 16 doelpunten. Oh ja, bij dit vriendschappelijk toernooi van begin zijn we hier uitgeschakeld, maar de uiteindelijke winnaar is KV Mechelen. En Ajax wint de beker tegen de wedstrijd te winnen tegen Utrecht. Maar ik vond dit wel een leuk experiment. Dessers heeft in totaal 7 keer gescoord. In het echt was hij topschutter van de Eredivisie, maar hier in FIFA heeft hij toch wat minder weten te scoren. Havertz heeft ook nog 4 assisten. Dus dat is ook wel een mooie prestatie. Alleen
Ja, ik had toch wel verwacht dat we nog net iets hoger zouden eindigen, maar dit was dan de video. Het was misschien een kortere video dan normaal, maar ik vond het wel leuk om dit te doen. Bedankt voor het kijken. En laat zeggen, zeker weten wat voor FIFA-experimenten ik volgende keer moet doen. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei!